Van Bach wordt wel gezegd dat als hij opera's gecomponeerd zou hebben, hij de grootste operacomponist aller tijden geworden zou zijn. Nou ja, dat zullen we nooit helemaal weten, want hij mocht geen opera's componeren in Leipzig. Hij nam wel iedere kans waar als hij even naar Dresden kon gaan om daar het nieuwste op operagebied te kunnen bekijken en te kunnen beluisteren. Samen met zijn oudste zoon Willem Friedemann ging hij daar dan heen. Voor mijzelf zijn zijn passionen eigenlijk ook kleine operaatjes. En zeker zijn Johannes Passion, zo compact en dramatisch als die is. Het was ook een kritiek die ten tijde van Bach op zijn passionen werd gegeven. Op die opera in die Kirche eingefahren ist werd geschreven. Was hij helemaal gek geworden of zo? Ik ben zelf enorm blij deze Johannes Passion samen met Concertus Vocalis en het Orkest van Oost te mogen doen. Met Concertus Vocalis heb ik immers al een lange traditie achter me met veel passionen van Bach. En nu, samen met het Orkest van het Oosten, maakt me echt gelukkig. Ik hoop u op dit concert te mogen begroeten.